Dus er zijn een heleboel kantelpunten in dit hele proces en die beginnen we behoorlijk te naderen. En het is noodzakelijk dat we dat ons bewust zijn, dat we er allemaal wat aan doen. En ik word er blij van als ik dan zo'n film zie en zeg, ja, er zijn mensen bezig, laat zien, zo kan het en zo gaan we het doen. Maar er hoort niet alleen die technologie bij, maar ook bij de wil om het anders te doen en de wil om niet altijd in het eigen belang van de industriestaten te handelen, maar te denken aan al die landen die we constant benadeeld hebben, 400 jaar al met slavernij, met kolonialisme en nu weer door het klimaat te bederven. Wij bederven het en zij leiden er als eerste van.